minder dan 1 minuut is de doortocht van het deel van de velden. Duidelijk langzaam voor de simpel vandaag. Het is allemaal met nog 2 ronden voor de bocht 2. Reeks Lamotte dus op 2. En 3 voor Gens van Levens. Wow. 3 voor Gens van Levens. Zullen we nu dan toch voor de heer gaan strijden? Ja, het wordt niet uiteraard. Voor Gens van Levens, André. 4 voor Jonas van der Waal. 5 voor Arnold Spruiter. En de eerste plaats komt in de buurt van zijn teamgenoot daar, DJ Sleewaard. En de eerste plaats van zijn teamgenoot over onder gaan plaatsen van Dillen van de Velde. En dit gaat hij gaan verdienen met een verse bloementuin. Straks in de grote feesten. Heel van de Velde op weg naar de dubbel. Dix Lamotte gaat zo zijn tweede plaats in de tussenstand ook gaan verdedigen. Komt door op plaats 2. Ja, tweede plaats voor Dix Lamotte in de allerlaatste ronde. 3, schitterend voor de man in kwetsuur toch wel. Gens van Levens, 3. 4, Joost van der Wallen. Gaat hij nog iets proberen om die derde plaats af te snoepen? Maar rekende en wetende dat hij daar toch de derde podiumplaats binnengehaald heeft. Of kan daar niks of weinig verandering gaan inbrengen. Dus waarom zou je dat risico gaan nemen? Wetende voor de derde plaats in de eindstap, Jonas van der Wallen. Moet je proficiat, hè?
shot. Op 2 en Jonas van de Wallen. Op 3 Mario.
de kampioen bij de Beloften, Hensel Lievens, de Oost-Vlaming uit de Liefde. Jawel, mooie tweede plaats voor onze man uit de steek van Brugge. F6 in de Damme, Nico Bolte. En onze derde man uit Slovisti, Jonas van der Waal. Slovisti, volgens ons. Dan zeg ik, geniet ervan van zulke momenten. Dat komt niet elk jaar voor. Met je Damme, een heel goede Damme. Oké. Dan wil ik ons mijn reden verbeteren van vorig weekend. Hè, want Steve Sarabal die heeft 8 overwinningen op een rij gehaald in plaats van 9. Dus ik was mis. Okay. Als mis is goed, ik ook toegeven. Dank u wel, mevrouw. Ik kan hier niet. Vooral